Yo, heb je een beetje vertrouwen in Patrick? Ik wel. Ja? Zeker. Mooi. Engels zijn ingegooid. Opnieuw beaast. We gooien hem gewoon even een. We gaan alle Engels even een tweede keer ophalen. Om te kijken of alles nog intact is. En dat was dus niet het geval. Bij één Engel van Patrick zat het vast. Helaas ook kapot. De lieden. En bij mij was er bij de linker hengel de pop-up eraf. Dus die hebben we ook even vervest. En bij Patrick hebben we even een nieuwe lieder erop gedaan. Je moet altijd even controleren natuurlijk. Voordat je de nacht in gaat. Nou. Wij zijn er helemaal klaar voor, of niet? Zeker. Dat dacht ik. Nou, alle hengels liggen er weer in. Alle hengels weer opnieuw beaast. Nieuwe lieders erop, zoals jullie net hoorden. We gaan de nacht in. En we zien hier en daar al wat vis springen. Dus we hebben er wel een goed gevoel over. En nu lekker een biertje erbij. Hoort er ook bij natuurlijk. En dan zien jullie vanavond of vannacht, anders morgen weer. Welkom mensen bij een nieuwe video van Max Vissen. We zitten hier op een klein watertje, klein vijvertje, vol met karpen. Dit om het eigenlijk goed te maken van vorig weekend. Vorig weekend hebben wij 3 nachten gezeten, 3 nachten gewoon niks gevangen. Dus dit geeft gewoon ons even vertrouwen om weer lekker vis te vangen. We zijn vanochtend om 6:30 al begonnen. Ik moet zeggen dat het momenteel best slecht is hier, want voor deze vijver moet je wel eigenlijk wat karpen kunnen vangen. We hebben eigenlijk al van alles geprobeerd. We hebben boilies van Berkeley geprobeerd. Ringers van ringers. Verschillende goo. Maar niks werkt, ze willen niet echt meewerken. Tot nu toe hebben we ongeveer 6-7 karpers gevangen. Het moet gewoon beter kunnen. Maar we gaan in ieder geval een leuke video van maken. En dan zien we jullie straks weer. Alvast beginnen met opnemen. Hij staat al, het rijdt al hoor. Hij rijdt al. Nou ja. Zo, we zijn klaar mensen. Op zich slecht gevangen. Maar we gaan even kijken wat bij elkaar weegt. Zeventien kilo. Niet echt veel. Het zal de grootste zijn. Ja, de grootste. Dit is een beetje de grootste zo, die we vandaag gevangen hebben. Nou ja, het zijn leuke karpetjes van de vierde hengel. We hebben vandaag met de vierde hengel gevist. Ik wil bij deze de video afsluiten en dan zien we jullie de volgende keer weer.